Hallo mensen. En wij zijn in een spel van Telltale Games en nog iets. Skybound Entertainment, jongen. Walking Dead, episode 1. Hell yeah. Da-ba-da-da. A new day. Oh yeah. Best wel typisch dat er nu gewoon weer een neger achterin zit met handboeien om. Dat is ook echt zo erg gewoon. Well, I reckon you didn't do it then. Ik heb geen ondertiteling. Does it really matter? Nee. Settings. Wacht daar. Apply. Yeah. Resume. Not much. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Doe ik wel. 4. Snicks. But you don't talk too much, do you? Oh, ik kan kijken. I followed your case a little bit, you being a Macon boy and all. You're from Macon, then? Yep, came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame that is. Well, it's here. Well, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Tuurlijk, man. Oh, moet even weer in de spiegel kijken. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? Volgens mij is mijn vrouw een bitch. You wanna know how I see it? Doe maar lekker aardig, joh, sure. Sure. Ja. Yeah. Oh, ik ga boos kijken. Ik kijk boos. Regardless. Could be you just married the wrong woman. Ik ben natuurlijk de beste jongen, dus ik doe gewoon. Ja, kan kloppen. Ja. Het klonk echt zwaar onnatuurlijk. Oeh, ik kan nergens naar kijken. Waar kon ik naar kijken? Oh, daar. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming 21. Oh, lekker stilte. Before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's gotta stop. Kijk op de weg, bitch. And I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Okay. So did he do it? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself.
It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. Oh, I got another good one. Hey, daar loopt iemand op de weg. Ik zou oppassen. Okay. Dat was best wel cool. Maar dan krijg je het type dat je dat de persoon dat je natuurlijk weer hebt moet overkomen, die zombies, hè. Waarom weet niemand dat er zombies zijn? What the fuck? What the fuck? What the fuck is dit voor shit, Ferdy? Volgens mij is die man dood. What's wrong, brother? Thirsty. Heb je dorst? Fuck, my leg. Sinds nee, zo heb je goed gedaan. Ho. Hey! Hey, officer! Are you alright? I'm still cut back here! Ik denk dat hij dood is. Misschien moet je niet zo dom van doen of zo. Oh, that doesn't look good. He wasn't ejected from the car. Oh, wapen. Why the hell did he have his gun out? Maybe it was tossed from the car during the wreck. Zou je goed kunnen. Oh, dit is echt zo irritant, alles is zo dichtbij. The fuck. Oh, dat ben ik. Oh, damn, ik dacht dat was een camera van shit. Bam, jongen. Bam. Kom op. Goed zo. I need to drag myself out that window. Ja, doe dat maar. Wat twee. Wow, dat doet hij zo galant. Haha, faal. Oké, wat is dit? Ik kan ook gewoon zien dat het gewoon niet echt... ja, normaal is ofzo. Pak eerst het wapen. Nee, twee. Pak hem. Goed zo. Looks empty. Oh. Godverdomme. It'll be easier to carry with these cuffs off. Hier lag ook nog iets, zag ik. Hey, shotgun shells, dat is altijd handig. Ja, doe niet zo moeilijk, maar ga gewoon door je knieën. Je hebt maar één been, is iets verkeerd mee. Why would he have needed that? Godverdomme. Why would he need that? Oh mijn god. Ik kan hem niet eens oppakken. Ik heb alleen maar shotgun shells, daar heb ik er helemaal geen kontje aan. Kun je niet iets doen met die auto? Officer? Oké. Dan gaan we maar naar hem toe. Hallo. God damn. Ja, what the fuck heb ik hier aan, damn. Ah, Ja, en dan gaat iets mis. Oh mijn god. Shit. Oh mijn god. Waarom laat je nou vallen? Hij wordt wakker. Hij wordt wakker. Weglopen. Ik zei weglopen. Hij komt recht op je af. Ik zweer het bij mijn moeder. Hij komt nu echt recht op me af. Hij saved hem, dat is gewoon geen goed teken. Oh nee. Officer. Oh shit. Holy shit. Holy shit. Holy fucking damn. What in the hell? Ja, what the fuck, jongen. Ach, gelukkig heb je shotgun shells opgepakt. Get away from me. Ja, de bitch. Sneller. Godverdomme, moet ik die shell weer pakken. Godverdomme zeg. Heel haat. Schiet hem in zijn bek. Schiet hem in zijn bakkers. Whew. What the fuck? Man.
Ja, het kan ook gewoon zijn dat hij niet heeft gedoucht. Okay, let's go. Hey! Help! Go get someone! Hey! There's been a shooting! Wat is dit voor schijt? Ah, die, nee, die muziek. Ah, nee. Holy shit, dit is gewoon niet fijn. Get the fuck out of here. Sta op, je vuile bitch. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god, oh mijn fucking god. Holy shit, wat? Waarom lagt hij? Kom op. Dat is verschijt.